met Bro Leef in het RBC Stadion. Hey. Lang geleden, jongen. Ja, ja. Yeah. Oude tijden beleven hier zo. Zeker weer 5 jaar geleden. Oh. Tegen RBC Waalwijk, tot laatst. RBC NAC, de spanning. Ja, dat NAC gaat wel winnen, maar dit is toch... Het is wel veranderd. Laatste daar keer. Had je de business seats en alles was nou als het voetbalmuseum. Als ik sowieso oud was geweest, had de seizoen van RBC NAC. Ik had nou een seizoen van RBC gehad. Sowieso als ze dat kon. Nou, ik denk al 2 jaar geleden, denk ik. Ja, ik zit nu hier achter op school, hè, dus sowieso naar school had ik denk kunnen. Ja, zo vrijdagavond en zo. Alleen ze hebben nog één scorebord, alleen daar, dus dat is wat kloten. Dus daar heb je niet meer. Kost te veel geld. Nou, toen ik hier moest, toen die gast waar ik training geef, hier moest de voetbal in het stadion, toen had ik wel een scorebord daar gezet. Het was wel lachen. Ja, die eindstand niet, maar... In ieder geval, we gaan de wedstrijd wel beleven, dus... Dat is wel mooi, is het een goede plek. Alleen niemand zit in het uitvak. Soms. Ja, ja. Daar kom je niet in op. Zijn we afgesloten? Ja, in ieder geval, we gaan het wel zien. Leuk gehad. Een tijd geleden dat ik weer daar een wedstrijd heb gezien. En nu heb ik weer een wedstrijd gezien. En super, het is niet natuurlijk een echte wedstrijd voor de competitie. Maar het is in ieder geval een wedstrijd. 10-0 voor NAC, helaas. Maar ik ben wel weer blij dat ik in ieder geval echt in het RBC-stadion weer ben geweest. En daar ben ik echt, ja, gewoon weer super. Mooie tijd. Ciao.